Beste belegger, regelmatig stuur ik u een fles of een tip of een adviesje om u gewoon te laten kennismaken met beursgenoten. De markten zijn een stuk slechter en u zult ongetwijfeld aandelen hebben in de portefeuille die gedaald zijn. Troost u, niet alleen uw aandelen dalen, alle aandelen dalen. Maar meer dan ooit is het belangrijk om te weten waarom dalen mijn aandelen. En daar zijn ze bij beursgenoten de hele dag mee bezig. We evalueren het nieuws en binden daar een nieuw koop- of verkoopadvies aan. Alles op basis van fundamenten, alles op basis van de toekomst en niet de waan van de dag. Als mensen willen speculeren, gokken, nou ik vind het prima, maar wij beleggen en wij hebben een gezondere portefeuille en we kijken dus echt naar de aandelen zelf. En u kunt dat ook aanvinken en in de alert service doen. Op het moment dat we ook maar één lettergreep schrijven, krijgt u daar bericht van. Kijk ik bijvoorbeeld naar een aandeel Fugro, die is zo gedaald en mensen worden daar ontzettend zenuwachtig van. Ik begrijp dat. Wij hebben Fugro op een koopadvies staan en wij staan ook niet aan de winst. Maar wij weten waarom die verliezen veroorzaakt zijn. En dat geeft rust. Er zijn heel veel shortposities. En daar schermt men dan maar mee. Oh, die mensen verwachten een daling. Het zou kunnen zijn. Maar tegenover elke short-aandeel staat een koper. U moet dat niet vergeten. Er zijn altijd twee partijen. En wie hebben er gelijk? De shorters of de mensen die de aandelen hebben? In ieder geval weet ik wel dat er meer mensen long zitten in het aandeel als short. Met andere woorden, het is leuk om te weten. U kunt er een beetje op varen, maar u hebt er als belegger niet veel aan. In de kern van de zaak is Fugro een goed bedrijf. Ze hebben 95% aandeel in de markten waar ze actief zijn. Onder meer het geografische zeebodemonderzoek. De olieprijzen zijn hoger. Er wordt meer naar olie gezocht. Waar zit Fugro's zorg? Waar zit onze zorg voor Fugro? Hebben ze werkkapitaal nodig? Zo ja, zo nee. En hoe beter het gaat, hoe meer ze moeten voorfinancieren, hoe meer de behoefte om dat werkkapitaal. En dan is het, hoeveel werkkapitaal gaan ze halen en hoeveel gaan ze halen? Nou, daarmee dwingt de markt ze dus eigenlijk al een beetje naar beneden. Vooralsnog houdt Fugro zelf voor dat ze geen werkkapitaal hebben. Wie het weet mag het zeggen. Een groep beleggers denkt dat ze het wel gaan halen en een grotere groep denkt dat ze het niet gaan halen. Het maakt mij niks uit. Al zou Fugro bij het ophalen van het werkkapitaal naar 9 euro gaan, ik weet één ding zeker. Het is een goed bedrijf en het profiteert van de hogere olieprijzen. En dan komt er uiteindelijk al die koersdoelen die ik heb staan. Want alle banken hebben en analisten hebben koopadviezen staan van 15 tot 20 euro op één bank na. ABN AMRO Bank, die gaf een verkoopadvies op 11,70 euro met de koersdoel 11 euro. Dat is naar mijn beleving een beetje zout onder de wonden wrijven. Want moet je een aandeel verkopen op basis van 70 cent? Ik zou zeggen, daar spelen dan misschien andere belangen bij. Maar soms kan het ook zijn dat je dan een ander advies geeft aan je klanten en zegt, stap bijvoorbeeld in Chimpansee. Dat is ook zo'n soort bedrijf. En daar kun je dan, die is ook laag en die kan ook fors hoger. En dan kun je dan misschien meer heil in vinden. Dat weten we dus even niet. Boeit mij ook niks. Fundamenteel goed aandeel, dus houdt u zich daar maar aan vast. En dat is ook beursgenoten. Wij laten ons niet uit het veld wegstaan. En ik hoop dat u lid wilt worden van ons. Ik dank u voor deze video.